Het mag een wonder heten dat Scheveningen tegen GVVV toch gespeeld is. 5 en 15 maart ging die niet door in verband met coronagevallen. En als je dan bedenkt dat de return alweer op het programma staat voor 23 april. Is dit een buitenspelgeval? Nee. Van Koesveld kan in ieder geval koppen op de voorzet van Barry Roch. Maar de bal gaat naast het doel van Jan van Willigen. Heel veel wedstrijden voor beide ploegen en dat maakt het heel erg moeilijk. Terugverdedigen is niet goed van Grotebrecht en daar zit Van der Niet tussen. En dan is het Mike de Niet die de 1-0 scoort. Het is zijn 8e doelpunt. Hij is daarmee de topscorer van Scheveningen. En in de 13e minuut klinkt de scheepshoorn, is de fout van Mats Grotebrecht. Die daar helemaal verkeerd zit. Kopbal is te kort. Daar kan Van Willigen niet bij. En dan is het 1-0 door Mike de Niet. Scheveningen heeft een lastige periode achter de rug. Terwijl GVVV nou juist het zo goed doet. Vanaf 26 maart niet meer verloren. Dat deed het voor het laatst bij ASWH. Daar verloor het met 3-2. Balbezit voor de Veenendaalers met Spies. Op het middenveld wordt hij dan weer opgepakt door Nijmi. Maar dan kan de ploeg van Blok eruit. John Blok, nog altijd de trainer van Scheveningen. De Niet. Combinatie is daar goed. Dan de voorzet en bijna de 2-0. Een goede redding van Van Willigen. En daar was de inzet van Lex Immers. Wordt wat geschreven, wat getekend. En het balbezit dan voor Ten Tijen. Actie is goed, buitenom. Burgering. En het schot is niet goed. Het schot van Achraf Nijmi. Maar zo zijn het wel weer wat kansjes voor GVVV om in de wedstrijd te komen. De ploeg dus die het de laatste weken zo goed doet. Inmiddels de tweede helft. Er zijn wat wissels geweest bij beide ploegen. En Scheveningen dus nog altijd met de 1-0. En Scheveningen op weg met de Niet naar de 2-0. De Niet, hij legt af en dat moet toch afgemaakt worden. Ja. Rodi van de Putten. Het is pas zijn tweede van dit seizoen. Van der Niet is niet zelfzuchtig de topscorer. Hij legt hem af. En dan is de hele verdediging van GVVV uit elkaar gespeeld. En staat het 2-0 voor Scheveningen. Dat inmiddels 27 punten bij elkaar heeft gespeeld. En toch wel uit de gevarenzone is Oostinje. Goeie bal is dit van Oostinje. En dan wordt hij afgemaakt door Burgering. We zitten in de 69ste minuut. Burgering snel terug. Want er is nog van alles mogelijk. Buitenkant rechts. Daarmee legt Oostinje de bal klaar. En dan is GVVV weer terug in de wedstrijd. Heeft het de aansluitingstreffer. En moet Scheveningen oppassen. De Niet. Daar weer ruimte voor Barry Roch. Roch wacht, kijkt, wacht. Maar die moet nu toch een keer uithalen. En dan is het schot te slap. Makkelijk uitverdedigd. Daar had Roch veel meer mee kunnen doen. Maar die laat dat na. En dan is GVVV nog altijd de ploeg in leven. Daar weer het balbezit. Voor Burgering. En dan het schot van ver. Recht in de handen van Sven van der Maten. En dan is het de eindstand van 2-1. En kan Scheveningen zijn geluk niet op.